Welkom bij een nieuwe video van MetaQuip. Graag wil ik jullie wat laten zien, namelijk onze nieuwe rotatiemodule die beschikbaar is voor de MetaQuip Light machines, maar ook onze productiemachines. Nieuw ten opzichte van de roller rotatiemodule is dat deze werkt middels een klauw en een meedraaiend center, waardoor je allerlei voorwerpen ertussen kunt klemmen. Wat we er extra aan toe hebben gevoegd is dat voor zeker glazen en kopjes die schuin of die taps toelopen, dat je deze onder een hoek kunt verplaatsen, waardoor het oppervlakte wat je graveert nog steeds recht of parallel aan de x-as van de machine is. Daarnaast hebben we een aantal vaste posities, ik weet niet of dat duidelijk te zien is, waarover het meedraaiend center te verplaatsen is. En daarbinnen kun je met de geveerde vergrendeling kun je dus je voorwerpen vastzetten. Als ik hem in de machine plaats en dat doen we met de bak die al bekend is voor de rollenrotatie, hebben we deze is daar ook voor gemaakt, dus die past daar ook prima op. Die kan in de machine. De twee groeven die hieronder zitten passen of op een messenbed van een productiemachine of op de twee randen van de rotatiebak van de lightmachines. Die kun je er zo opzetten en dan zit hij ook goed vergrendeld vast. Deze kun je insteken en die werkt dan op die manier. Stel dat we nou bijvoorbeeld een champagnefluit willen graveren, dan kun je of deze kom gebruiken, die is getrapt, waardoor er verschillende maten voeten van glazen in passen. Of we pakken een wat traditionele meedraaiend center die er zo op te plaatsen is. Dan pakken we een champagnefluit. En die kun je dus, doordat deze geveerd is, kun je dingen vastzetten, maar wordt het glas niet kapot geklemd. En kun je op deze manier graveren. Als ik nou eventjes de brug erboven zet. En we kijken er overheen. Dan zien we dat de oppervlakte van het glas wegloopt ten opzichte van de brug. En door deze nu onder een hoek te zetten, kun je zien dat het wel parallel loopt. En zo kun je dus heel mooi, toch heel gelijkmatig, zo'n tapstoelopend glas graveren. Daarnaast kun je de konenstrook afhalen, waardoor je ook allerlei andere voorwerpen in kunt klemmen en hem gewoon als een traditionele vierde as kunt gebruiken.